Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe editie van QTime. Normaal is QTime echt zo even 15 minuten om even rustig quality time met jezelf te hebben voor de tv, maar mijn gasten vandaag heeft een event gepland waar we gewoon lekker bezig gaan zijn. Vandaag zit ik met Amisha van Roadrijk Club Fresh. En ze gaat me alles over haar event vertellen. Goeiedag, Amisha. Goeiedag. Hoe gaat het met je? Het gaat prima. We hebben Q-time nu, maar jullie hebben iets leuks gepland. Ja. Ga je me daar alles over vertellen? Ja, zeker. Oké, okay, let's go. Ja, um, yeah, dus aanstaande zondag, 30 april, hebben wij een fundraiser genaamd Don't sit, let's get fit. Ik zit hier, dus ik voel me direct aangevallen. <laughs> <laughs> ja. Dus um, de fundraiser houdt in dat we. Um, uh, verschillende activiteiten gaan hebben. We ja. hebben dus de cardiofitness, de Zumba-sessie en een danceworkshop. Mm -hmm. um, het is van 4 tot 8 uur mm -hmm. in de Witte Lotus. rustig, rustig, rustig. We gaan naar de moeten we, moeten. we gaan wel even Q-time ja. hebben, hè? We gaan niet direct uh, fit nee. naar buiten. Ja. Dus uh, evenement op uh, zondag 30, 30 april. april. En uh, er zijn verschillende activiteiten. Yes. En ik kan gewoon gaan naar daar. Ja, um, yeah, dus er is een registratielink waarbij iedereen kan registreren. Mm -hmm. En dan is er dan de optie om um, over te maken of om content te betalen. En dan, zodra dat is geregeld, ben je bij harte welkom zondag. Om mee te doen. Oké. Okay. Yes. Je gaf aan, er zijn drie verschillende activiteiten waarbij we allemaal lekker fit uh, bezig gaan zijn. Yes. Welke activiteiten zijn het allemaal? Of wat gaat er precies gebeuren per activiteit? Um, ja, dus er zijn drie activiteiten. Mm -hmm. we, hebben de, we hebben als eerst cardiofitness. Mm -hmm. Daarna, zumba. En als laatste, een dansworkshop. Um, alle drie activiteiten die zijn uh, tussen de 30 en 45 minuten. En na elke activiteit is er dus een pauze om even tot adem te komen en te drinken. En de, naar de volgende activiteit te yes. gaan. Oké, okay, um, als ik kom, mag ik met allemaal direct meedoen. Of ik, je gaf eerder aan, ik moet betalen. Als ik, wat is de prijs om mee te doen? Of hoe zit het? Kan ik met allemaal meedoen als ik een eenmalig bedrag betaal? Of kan ik zelf kiezen van ik wil eerst dit doen en dat doen? Um, ja, dus er zijn um, drie pakketten. Mm -hmm. We hebben pakket 1, dat is voor twee activiteiten. Dat is dus als je meedoet voor Zumba en um, cardiofitness, dat is het pakket 1, dat is 150 per persoon. 150 SRD? Yes. Nee, ik moet checken. Hier ja, gebeuren <laughs> dingen in het land. Ja. <laughs> um, pakket 1 is dus 150 SRD per uh -huh. persoon. Dat is dus cardiofitness en zumba. Uh -huh. um, wil je meedoen met alle drie activiteiten? Dan is Dus de zumba, cardio, cardiofitness en de danceworkshop. Dat is dan 200 SRD per persoon. Uh -huh. En dan hebben we een bonuspakket. Dat is dus als je een groepje hebt van 5 mensen, mogen jullie 800 betalen. En de mensen krijgen ook een smoothie van ons. Smoothies, wat voor smoothies? Dat is dus de healthy extra to, yeah. to, the, to the event. Ja, <laughs> yeah. um, er zijn twee smaken smoothies uh, die we die dag zelf gaan verkopen. Mm -hmm. Het wordt gemaakt door de freshers die daar komen helpen. Fresh smoothies van de freshers. Yes. De <laughs> yeah. freshers over there. Mm -hmm. Allright, welke smaken? Um, er zijn twee smaken. We hebben een bakove cacao smaak. En een bakoven-strawberry-yoghurtachtige smaak. Dat zijn heerlijke smaken. Oké, dus dat hebben we al. Check. De prijzen hebben we al. De activiteiten. Mm -hmm. De extras die je kan krijgen. Je ja. gaf eerst aan, of je gaf aan, als ik betaal 150 SRD, dan kan ik bieden met Cardio Fitness en Zumba. Ja. Uh, maar stel, ik wil geen Cardio Fitness, ik wil alleen de dance dingen. Kan ik daar nog een switch of is, hebben jullie liever dat... Uh, je met die twee activiteiten meedoet. Um, dus kijk, het hangt echt helemaal af van de persoon... als ze met alles willen meedoen of maar met één. Mm -hmm. Wij hebben dus de pakketten um, samengesteld. Dus stel, je kiest voor pakket twee, dus mm -hmm. alle drie activiteiten... maar je kan bijvoorbeeld... de Zumba-sessie wil je even zitten yeah. aan de kant... dan hangt het helemaal van jullie af. Dus niet dat de mensen verplicht zijn om alle activiteiten te doen. All right. Maar je betaalt wel voor twee. Ja, dat is zo. dat heb je ook gewoon al. Yeah. En wie gaat dan die uh, cursussen geven, of die, die sessies doen? Um, we hebben drie geweldige trainers: mm -hmm. we hebben um, trainer Omar Johns, we hebben, die gaat cardiofitness geven. We hebben trainer Ciara Ashong. zij is lid van de Rotra Club of Fresh en zij gaat Zumba geven. En als laat hebben we. Paddy die de dance workshop geeft. Oh nee, dat wordt een gezellige middag. En hoe laat is het precies? Um, het is van 4 tot 8 uur. Um, we hebben inlooptijd van 4 tot half 5. En dan gaan we start met de opening, de sessies en als laatste de afsluiting. Maar het is strak. Als ik zo naar je luister, het is een strak programma. Het kan niet misgaan. Het is ho niet. <laughs> nee, 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 Het gaat niet misgaan. We gaan direct dat het gaat niet misgaan of het zal niet misgaan. Ja. Um, is er nog iets wat je wil dat mensen moeten weten? Want het is, het is een strak programma. Het is heel duidelijk. Everything is clear as ice. Ja. Um, nou, uh, alle gelden die we met dit project naar binnen halen, wordt gebruikt voor de opkomende community service projecten die we. Um, Gepland staan op dit moment. Mm -hmm. Dus ja, um, yeah, het is als het ware een donatie die de deelnemers geven aan ons. Ja, maar je krijgt er ook iets voor terug. Het is niet alleen ja. een donatie, het is een uh, fitte middag. Ja, yeah, dus <laughs> de, de mensen die meedoen, um, behalve dat ze betalen voor de activiteiten, krijgen ze van ons ook een fles water en aan het eind om af te koelen, een ijsje van ons. All right. well i like it. Uh, <laughs> waar is het precies? Het is in de Witte Lotus, um, in die grote zaal, mm -hmm. ja. Als je naar binnen gaat, oké. Okay. Ja. Uh, stel, ik, iemand kijkt nu en denkt van, oh, los van dat ik me kan opgeven via de link, is er nog een andere manier hoe ik me kan opgeven? Um, dus, je kan onze flyer vinden op onze social media's. Um, mm -hmm. uh, op Instagram en op Facebook kan je ons vinden. Mm -hmm. um, daar gaan ze dus de flyer zien en de link. Maar indien ze de link niet kunnen invullen, kunnen ze dan contact opnemen met um, een van de trekkers. Mm -hmm. Ik ben ook een van de trekkers. En dan kunnen ze ons gewoon een berichtje opsturen van hé, hey, ik wil meedoen, um, kunnen jullie mij eventjes helpen? Okay. Ja, dat doen we ook. Is er een nummer of is er, is er een nummer dat ze, waar ze het berichtje kunnen sturen? Um, oh, ja. Waar kunnen ze je vinden? Wil je dat ze je moeten vinden? Je moet, je moet, je moet even zeggen uh, hoe je dat moet, uh, moet doen. Ja, um, yeah, ze kunnen uh, mijn contacten, um, het nummer is 8849696. En dan kunnen ze me gewoon een berichtje sturen van um, ze zijn geïnteresseerd in het project en wat kunnen ze allemaal doen. Om uh, zichzelf op te geven. Is er een deadline? of een, 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 Wanneer um, kunnen mensen zich opgeven? Dus het project is zondag. Mm -hmm. uh, we proberen. Ja, we zijn een beetje flexibel, dus dat zaterdag kunnen ze zich nog opgeven. Maar um, op zich, als ze pas die dag zelf weten van hey, we willen meedoen, kunnen ze um, op de dag zelf ook komen en daar um, registreren. Right. Ik heb betaald, ik kan meedoen, want ik wil fit zijn. Moet ik iets meenemen? The... Um, ja, jezelf. <laughs> um, de mensen kunnen met een paddoek komen en um, een thermos. Nooit um, te veel water. nooit genoeg water. Ja. <laughs> um, ja, ja, gewoon gezellig mee komen doen. Er is niet echt veel wat je mee ja, kan brengen. Sportschoenen, everything Ja, sportkleding, dus dat is mm -hmm. vast. Dus sparta's, um, je sportkleding, je badoek en een thermos met water. Oké, okay, nou, ik denk we we het it covered. Um, is er <laughs> nog iets wat je zeker wil meegeven aan mensen die gaan meedoen komende zondag? Um, het project is heel leuk. Om pro um, het programma op te stellen hebben we ook um, al onze tijd genomen om het te <laughs> doen. Um, um, we willen dat iedereen kan komen om te genieten van het project en um, als, iemand, als, als de mensen geïnteresseerd zijn, dat ze zich gewoon opgeven en komen meedoen om het beste van te maken. Dat gaat zeker gebeuren. Een belangrijke vraag, door. jullie gaan ook smoothies verkopen. Hebben jullie de prijzen van de smoothies ook al of um, dat moet nog? Ja, de prijzen zijn er al. Um, het is best een grote cup. Het is niet hoeveel. Het It's is een grote cup. <laughs> het is niet duur. Het is een um, grote cup. Maar uh, met alles is het dan 45 SRD um, per smoothie. Ja. Yeah. Yeah. Oh. We hebben alles een beetje redelijk gehouden. Hoe ver we kunnen. <laughs> <laughs> het is gelukt. I love yeah. it. Nou, ik wil je bedanken voor het komen. En ik wil je heel veel, of ik wil jullie allemaal heel veel succes wensen. Komende zondag met de Let's uh, Don't Sit, Let's Get Fit activity. En um, ik kijk er naar uit om jullie weer te zien voor de volgende activiteit. Dat is goed, dankjewel. Yes. Nou, jullie hebben het gehoord. Amisha van Roterijk Club Fresh was hier. Ze hebben komende zondag 30 april een Don't Sit Let's Get Fit activity. Het is heel simpel uitgelegd. Je geeft je op. Voor 150 SRD mag je met twee activiteiten meedoen. Betaal je 200 SRD, kan je met alle drie activiteiten meedoen. De drie activiteiten zijn cardio, fitness, somba of, of, en een dansworkshop. Um, heb je acht vrienden met wie je zegt van oh my god of nee? Heb je vijf vrienden met wie je zegt van nee we gaan gewoon meedoen met z'n allen? Dan betaal je 800 SRD in totaal en als extra krijg je gewoon nog een smoothie erbij. Ze hebben twee super lekkere smoothies. Cacao met bakoven of bakoven met yoghurt en nog meer extra dingen die het helemaal lekker en gezond gaan maken. Ik, ik ga je niet zeggen dat is verrassing. Het kost 45 SRD per smoothie. Ik ga zeggen, geef je op. De inloop is vanaf 4 uur. Het duurt tot 8 uur. Zeg je, ik wil niet met alle dingen meedoen? Dat mag ook, je mag kiezen. Maar um, je betaalt alvast voor twee. Dus ik stel voor dat je met allemaal meedoet. Support de Rotoract Fresh. Ze doen het om de gelden binnen te halen voor de community project die ze in de future gaan doen. En ik denk dat ik nu alles al heb gezegd. En ik eigenlijk ook al te lang heb gezeten. Zo so, vergeet niet: komende zondag, 30 april. Don't sit and let's get fit with the Rotoract. Club Fresh and remember, your time plus my time is Q time. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme Supreme TV. TV. To entertain. To inform, to inspire.